Oké, even voor de duidelijkheid. Ik ben dus niet gestopt met vloggen. Er was wat verwarring over mijn laatste titel van mijn laatste vlog. Er stond dus als titel laatste vlog. Wat ik bedoelde was dus laatste vakantievlog. Dus ik ga lekker door met vloggen. Als jullie het leuk vinden. En ook als jullie het niet leuk vinden. Er komen dus meerdere vlogs. En nu volgt het volgende. Veel plezier bij het kijken. Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie weer kijken. En zoals jullie weten ga ik elke week naar de kapper. Dus ik ga nu even snel naar de kapper. Moet ook gebeuren. En voor de rest heb ik gewoon lekker comfy aan. Want ik ga zo meteen 5 uur lang stil moeten zitten op een stoel. Pijn lijden. Ik ga namelijk een nieuwe ink zetten. Nieuwe tattoo. Dus, het is alweer een tijdje geleden dat ik mijn laatste tattoo heb gezet. Volgens mij vorig jaar. Dus pijn zal even wennen zijn. Maar daarna komt het goed, zoals ik altijd zeg. Komt goed, komt goed. Ik heb een paar toffe nieuwe items trouwens, toen ik terugkwam. En dat ga ik zo meteen laten zien, want ik ben een beetje laat. Dus mochten jullie benieuwd zijn wat voor nieuwe items ik heb, blijf dan kijken. Dit is wat ik aan heb. Gewoon lekker Nonsha. Trui van H&M, broek van Adidas, gewoon standaard dingen. En mijn patas zijn wel bekend. Ja man, dus we kunnen gaan. Ik heb nog niet gegeten. Dus ik ga even snel naar de kapper en dan gaan we daar even snel wat eten. En dan direct door richting Hilversum. Allemaal haasten, maar zo ben ik. Ik was al zo. Ik was al zo. Je mag zeggen wat je wil. Al die jaren bleef ik stil en veel te lang gechilld. We streven naar de mil, we maken een verschil. Daarom heb ik ook geduld. En we zijn in Hilversum aangekomen. Ik moet natuurlijk wel nog gaan eten. Anders ga ik straks nokkie. Als ik tattoo ga zetten, is niet de bedoeling. Ik heb nog een kwartiertje. Dus het wordt een beetje haasten. Even kijken wat er te eten is hier en wat er open is. Subway? Ja. Nou, altijd lekker. Dan doen we dat. Ja. Dit is wat we gaan eten. Een broodje, kip teriyaki. Deze voor straks. En we zijn nu aangekomen bij de Rocks. Tattoo shop Hilversum. Dus pijnleden kan zo beginnen. Ja, man. Ja, ik kijk vlak hem op. En als jij denkt hij is te hoog, dan laat ik hem zeg maar over. Maar dan laat ik hem mooi uit. Als je denkt dat hij te hoog is. Ja. De jongens spelen, maar de eerste 10 minuten ja. Is het altijd blij. En wat is de laatste sessie geweest? 6 uur, ja, 4 uur. Ja, oké, dus dat wel. Dat wel, ja. Je bent het gewend. Dat is ook nog. Dus, maar arm, hè? Arm, ja, is anders, hè? Onderarm. Dat doen we, ja. Is wel niks te doen. Als je iets wil, dan moet je pijn lijken, als je mooi wil zijn. Ja. Ja, oké, van iedereen. Oh, ja, ja. Veel ga je niet zien hoor. Het zijn lichte lijnen. Een soort schetslijn. Met een schaduw in de dag. Gaat het? Hij is wel gelijk al lekker, of niet? Zo, tot en meteen, ja. Ja, ik zie het aan je gezicht. Maar je moet goed ademhalen, want volgens mij hou je adem in. De eerste 10 minuten altijd even. Ja, dat is wel. De eerste 10 minuten denk ik altijd van wat ik allemaal van. Ja. Dat is normaal, denk ik altijd. Straks heb je een mooie tattoo.
Mooi hoe je dat doet, die schaduw. Wat zei? Die schaduw is mooi. Resultaat mag er wezen. Zoals ik al zei, wie mooi wilt zijn, moet pijn leiden. Daniel, thanks. Ja man. Geen ja, man. Thanks. Ik ben er blij mee, man. Ja man, je hebt goed gezeten. Ja, ik moest wel. Ik moest wel. Ja. Dus, volgende keer weer, hè? Zeker. De schaduw en zo. Ja, man. Dat moet sowieso nog... Ja, daarom. Maar ik zou het nu niet volhouden. Maak hem mooi vol en dan... Dat komt wel goed. Vol, man. Ja man. En laat nog die aansluiting. Naar mijn schouder. Naar mijn arm. Kom zeker terug. Hij deed het goed. Gelukkig man. Zo, het zit er weer op. En ik ben blij dat het er weer op zit. Want ik heb echt moeten lijden. Laatste uur dacht ik even dat ik dood ging. Ik hield het niet vol. Gelukkig heb ik even door de pijn heen gebeten. En het is nu klaar. Maar nog niet klaar voor al mijn tattoos. Ik kon natuurlijk nog meer. Maar voorlopig is het klaar. Ik ben het pijn lijden, ben ik zat. Dus nu snel naar huis. Manon zou me ophalen, maar ik had vertraging opgelopen. Dus ik ga dan maar zelf met de trein richting huis. Kaolo. Openbaar vervoer is serieus niks voor mij. Echt niet gewoon. In de kaal à la ka. Dus Manon was in Almere. Dus ik zei, haal me alsjeblieft op, Almere Muziekwijk. Dus ik heb toch 2-3 haltes met openbaar vervoer gereisd. Maar nu lekker in de auto. Ja man. Ook al alles hoor. Jezus. Oh. 2 handen aan het zuur. Veilig thuis komen. Pijn, maar. Ja, ik ben een strijder. Strijdersysteem. Shazam iets. Muziekwijk bereikt. Nu richting Osso. Lelystad. Westelijke richting op Michael. Zo fout, hè? Ik was een beetje laat. Weinig tijd. En no man, dat kan niet. Mag me niet meer overkomen. Witte sokken. Zwarte broek. Grijs-zwarte schoenen. Ik loop zo. Ik zie gewoon witte sokken. Kan niet, man. Beetje... Schande voor Poerom. Dat is niet goed voor een outfit. Of de D-video, kan niet man. Slecht voorbeeld. Kan niet. Jezus. Ik heb het koud, joh. Fuck. Beat. Dan blijf je beat. Oh, cheat day, cheat day. We waren beide moe. We gaan vandaag niet koken. We moeten ons even wat lekkere friet gaan halen. Ik zit nog steeds te bibberen van de kou. Dus ik blijf in de auto. Ochtend eten, vrijdag, zaterdag. Mag voor mij. Dan wordt het maar extra hard pompen. Ondertussen zit ik even pokoe te luisteren. Van Annie. Dat is dom. Dat is echt een domme pokoe. En daarmee bedoel ik positief. Dom in de zin van... Gruwelijk voor de mensen die het niet begrijpen. En we zijn weer thuis en ik heb ook al heerlijk gegeten. Maar sorry mensen. Ongezonde maaltijd wilde ik niet met jullie delen. Dus ik heb het gewoon geskipt. Geskipt naar het moment dat ik jullie ga laten zien wat voor items ik heb. Ja, ik ben het niet vergeten. Ik ben blij. Jeze, waarom? Ik heb mijn pata's gevonden. Ja toch. Tenminste gevonden, niet gevonden. Want ik heb ze gewoon besteld via de website van Adidas. Want... ik weet, als ik ze zou gaan zoeken, Amsterdam, Rotterdam of weet ik veel waar, dan zou ik met andere dingen thuiskomen dan die schoenen. En dan zou ik die schoenen alsnog moeten bestellen, dus dan zou ik weer te veel kopen. Dus vandaar, ik heb ze gewoon snel Jelle besteld gewoon. En ik heb ze binnen. Ik heb ze nog niet gedragen. Nee, waarom? Omdat ik ben zuinig op mijn patas. Ja, ik draag ze alleen met mooi weer.
droog en zonnig weer. Want wat wit is, moet wit blijven. Dat sowieso. Dat is natuurlijk niet het enige wat ik heb. Want jullie zullen ook wel denken van, jezus, die gozer koopt alleen maar kleding, schoenen. Wat is er met hem aan de hand? Ja, sorry, ik weet het. Ik koop veel. Maar ja, zo ben ik. Wat ik nog meer nieuw heb, en dat moet ik zeggen, heb ik gekregen. Thanks guys, van 94. Een paar toffe nieuwe items. Nieuwe collectie van 94. Is gelanceerd, dus ik zal even checken. Kijk wat ik heb gehad. Altijd mijn favorites, de caps. Gruwelijk. Eentje is all black. Maar zie je, letters kan je nu niet zien, denk ik. Maar staat ook gewoon 94 hier. En deze gruwelijke shirt. Ben ik ook blij mee. Ja, ja. Schatje. Ja? Heb je al een film uitgekozen? Nee. Nog steeds niet, dat is wel de bedoeling, hè? Ja, maar er zijn geen leuke films. Anders ga ik voetbal kijken. Dat is ook gezellig. Nee, het is ongezellig. Dan moet je even snel een film uitkiezen die we kunnen gaan kijken. Zoek en gij zult vinden. Dus als je een leuke film wilt zoeken, maar ik had al gekeken. Zou je het ook vinden, maar... Jawel. Dus, weet jij nog wat? Voetbal kijken. Altijd zet ik voetbal op 2. Geen voetbal op 2. Ja, dan moet je lekker film zoeken. Kunnen tranquille gewoon film checken. Zit je lekker te krabben? Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Alles is freestyle. Ik heb foefoe gedaan, dus ik zou die allemaal daar. Serieus? Zit je gewoon te puffen gewoon? No. Ja, je denkt maar dat het niet erin komt. Iedereen doet dat toch wel. Onbeskoft. En we zijn weer fris en fruitig gedoucht. Even mijn tattoo even goed laten zien. Want net in de tattoo shop was het even snel. Mijn nieuwe ink. Ik ben er blij mee. Maar er zullen nog meerdere komen. Hij is nog niet helemaal af. Tenminste, het ontwerp is af. Maar je ziet hier nog hier en daar kale plekken. Dus het moet nog gevuld worden. Dus het is nog niet een geheel. Maar binnenkort. Als ik weer ben bijgekomen van de pijn, dan gaan we het vullen hier en daar. Ja man. Het is een Indiaan met een bovenarend. Zoals jullie weten heb ik meerdere tattoos, maar ik zal binnenkort even vertellen wat het allemaal betekent. Want het zijn tattoos wel met een betekenis voor mij erachter. Dus binnenkort zal ik maar een video moeten opnemen met een tattoo story. Kan het eigenlijk wel zo? Of is het 18 plus? Op het strand loop je toch ook zo? Ja, je jeugd tegenwoordig weet meer, ziet meer dan je verwacht. En, als je tv kijkt, als je naar het strand gaat, zie je ook blote buiken. Dus als jij zegt dat kan, dan kan het. Ik heb gewoon broek aan, dus... No worries. No worries, of course. Ik zal jullie niet laten schrikken. Ga film checken? Ja hoor. Manon is weer lang aan het doen boven. Ze is ook maar even snel gaan douchen. Dus ik was even aan het chillen, even aan het vervelen op mijn telefoon. En ik was even foto's terug aan het kijken van Dubai. En jezus, ik mis het echt. Mocht je me trouwens nog niet volgen op Instagram, dit is mijn Insta, poer.um. Puur.um. Daardoor wisten velen van jullie ook dat ik die Adidas dus al gescoord had. Omdat ik die foto vorige week had gepost. Fuck me boy. Chillen hier gewoon. Kom even koekeloeren. Huh? Kom even koekeloeren bij baasje. Bij Bassie. Huh? Mina Bassie. Negeert me gewoon. Je mag niet op tafel. Nee. Dat gaat hem niet worden, vriend. Ik ga nu lekker slapen. Duimpjes omhoog natuurlijk als jullie een toffe vlog vonden. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Ciao.